Mevrouw de minister, ik ben een beetje aan het radicaliseren. Ik ga radicaal digitaal vandaag. Het is een primeur voor mij. Ik hoop dat mijn code het houdt. En wat is de geboortedatum van mijn dochter? Dat lukt nog wel. Excuus? Ik denk het, ja, nog 23%. Dat lukt nog wel voor die 2 minuten, denk ik. Maar goed, collega's, Vlaanderen gaat radicaal digitaal. En ja, het is een beetje wennen. Het is onze ambitie, onze doelstelling om tegen 2020 alle administratieve transacties tussen de Vlaamse overheid en de burgers, ondernemingen en de lokale besturen digitaal aan te bieden. En als sommigen het hier graag over een Copernicaanse omwenteling hebben, wel, ik denk, daar heb je ze. Wat mij betreft, daar heb je ze. Ik droom, zeker ook als burgemeester van een compacte West-Vlaamse stad met relatief gezien weinig middelen, iets te weinig middelen, mevrouw de minister, maar goed, we zien wel dat elke Vlaming zijn of haar documenten kan opvragen en afprinten, zonder dat hij of zij daarvoor naar het stadhuis moet of naar het loket, als dat al bestaat, van de Vlaamse of zelfs federale overheid. Voor die burger, voor die ondernemer, is er, denk ik, maar één loket en dat is het loket van de gemeente. En het doet me daarom heel veel plezier dat minister Homans en dat deze Vlaamse regering blijft inzetten qua beleid en qua budget op e-government, op digitalisering van documenten en formulieren en op administratieve vereenvoudiging. Ik hoop, mevrouw de minister, dat we heel binnenkort kunnen zeggen dat we met z'n allen in elke gemeente in Vlaanderen drukken op de knop, onze nieuwe identiteitskaart kunnen ontvangen, een melding van een put in de weg kunnen maken, een containervergunning kunnen krijgen, onze bouwvergunningsaanvraag kunnen indienen, wat eigenlijk al kan vanaf eind februari, Vlaamse premies kunnen aanvragen, enzovoort. Mevrouw de minister, collega's, ik besluit, ik zei daarnet heel duidelijk, in elke gemeente in Vlaanderen. Digitale spreektijd is om, meneer. Omdat we, ja, ik zie het. Om mijn batterij bijna ook, meneer de voorzitter. Omdat we nu zien dat vooral de centrumsteden en bij uitbreiding een paar andere, meestal grotere steden en gemeenten, goed, snel radicaal digitaal worden. Dat is ongetwijfeld het verhaal van het budget. En daarom hoop ik, mevrouw de minister, dat u, ja, dat u daar actie onderneemt. En ik vraag u met aandrang om vanuit de Vlaamse overheid zoveel mogelijk steden, duidelijk, en gemeenten daarin te ondersteunen. Dank u wel. Mevrouw Segers.